Ik ben wel geschrokken, ja, tuurlijk. Dat gaat achter elkaar door, ja, nu. Dus je wordt er wel een beetje zat van. Noord-Groningen is vanmorgen vroeg opgeschrikt door de derde aardbeving in 3 dagen tijd. De beving had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter en het epicentrum lag bij het zand. Dat is 6 kilometer van het middelpunt van de bevingen van donderdagnacht. Volgens het KNMI is er geen direct verband tussen de laatste beving en de eerste twee. Het is wel hetzelfde breukensysteem, maar het is niet direct dezelfde breuk. Dus van een relatie over 6 kilometer is niet echt sprake. Die laatste die zien we echt als een aparte beving. Sommigen schrikken al niet meer van weer een nieuwe beving. Je wint er aan op duur. We hebben het al vaker gehad, ja, dat de bank me schudde in de voorkamer. Dus, en dat de foto's er allemaal afgingen. De klok van slag dus. Maar bij de meeste mensen wordt de ongerustheid steeds groter. Te vaak, te frequent, in een zeer korte periode. En op zich geeft dat een, nou ja, het geeft niet een heel prettig, veilig, het geeft hier een onveilig gevoel, als je het zo kunt formuleren. Ja. Ja, inmiddels zijn de berichten natuurlijk ook dusdanig dat de aardbevingen een kracht kunnen hebben die zo sterk zijn dat je gewoon qua veiligheid risico's loopt. En ja, dat kun je natuurlijk op dat moment niet helemaal inschatten. En als het weer weg hebt, dan denk je, klaar is Kees. Maar de volgende komt er misschien al wel weer aan. Burgemeester Albert Rodeboog van Loppersum was vanmorgen in het zand om met ongeruste bewoners te praten over de laatste beving. Nou, Drevers, hoe werd jij wakker vanmorgen? Ja, nou inderdaad, dat doet knal. Alleen dan hoor ik in het dorp dus al inderdaad dat er 2 knallen of een fluitzoon zelfs bij was geweest. Nou, die heb ik niet gemerkt. Ook commissaris van de Koningin Max van den Berg was vandaag op pad om te praten met gedupeerden. Hij bezocht onder meer Usquert. Ik voel me niet meer prettig in mijn huis, ik voel me niet meer veilig in mijn bed. Ik ben er niet helemaal bij, het is niet dat ik in een soort met van wolk loop. Ook deze laatste beving heeft schade veroorzaakt. Nou lopen we hier even naar de hal achter. Voor ons is duidelijk zichtbaar dat de scheuren weer veel erger zijn geworden. Je ziet dat stukwerk en dergelijke hier is nu bijna helemaal los. Als u hier zo links kijkt bij die deur, daar is het hele houtwerk is losgekomen van de muur. Het stukwerk is allemaal verder gescheurd. Dus dat moet allemaal eraf en opnieuw gestuukt worden. Ja, dat doet natuurlijk wel een beetje zeer. Omdat het aantal schadegevallen snel oploopt, wil burgemeester Rodeboog een speciaal loket waar gedupeerden worden geholpen. Ik stel voor, en daar praat ik met een NAM over, een soort van inloopmogelijkheid op het gemeentehuis van Loppersum, waar je schade kunt melden en waar je ook informatie kunt krijgen. We hebben nu de suggestie gekregen van de burgemeester om ook een loket te openen in dat gebied. En dat willen we ook komende tijd oppakken en waarschijnlijk volgende week al mee starten.